Dat hoort gewoon bij het onderzoek. Ja, werk jij hier of ik? Oh, zet die maar even niet inkoppen. Ze leggen je echt niet zomaar onder een MRI. Het is gewoon voor de zekerheid. Ja, omdat ze het niet vertrouwen. Die man die heeft toch geen röntgenogen? Ik ben wel gevallen. En straks heb je echt iets heel ergs. Je hebt kans op een dwarslesie of zo. Oh, je leest zulke vreselijke dingen op internet. Online is iedereen een specialist of een slachtoffer. Ik kan alles nog. Het komt gewoon goed. Nou, we hadden gewoon meteen naar het ziekenhuis moeten gaan. Ik heb gewoon mijn rug verrekt. Niet meer, niet minder. Een paar dagen naar de fysio en ik sta gewoon weer op die ladder. Wat nou fysio? We zijn helemaal niet aanvullend verzekerd. Dan moet jij maar masseren. Vind ik sowieso lekker. Maar ik weet gewoon niet hoe we dit moeten gaan oplossen. Ik krijg geen uitkering, hè? Want die ontslag is mijn eigen schuld. Moeten we gaan leven van de bijdrage van pa? Gaat hij helemaal nooit meer weg. Oh shit, ik moet morgenochtend met Demi mee naar school. Dat kan toch gewoon? Ja, maar dan krijg jij toch de uitslag? Nee, geef me een slinger, ik kom wel weer terug. Ze kunnen u ertussen schuiven, dus loop maar mee. Oh ja, rustig hè.